Hey Nok, dit is jouw kanaal? Ja, klopt. Wat voor kanaal is het? Het is zeg maar een YouTube kanaal. Ik zet daar Afrikaanse muziek op van mijn land. En ik vind het wel leuk om te doen, want ik ben geïnspireerd door deze zanger. Hoe heet die zanger? Charles, zeg maar, zoiets. En jouw land? Dat is Congo. Nou ben jij zelf Congolees en je verzamelt muziek van Charles. Wat voor muziek is het precies? Het is zeg maar... het is christelijk, zeg maar. Ja? En zo ben ik ook zeg maar door mijn ouders zo opgegroeid. En ik besteed er wel best veel aandacht aan. Dus ja. Dus je hebt een specialiteit, de christelijke Congolese muziek. Ja. Een andere muziek die boeit je niet zo, of...? Ja, het is luister, meestal, het is niet, het is een beetje Nederlands muziek. Je hebt soms ook van die rappers. Ja, daar luister ik ook wel naar, maar dit is ook een van de leukste dingen waar ik naar luister. Goed, nou heb jij al heel veel muziek verzameld. En luister of kijk heel veel mensen naar. Hoeveel abonnees heb je? Op dit moment 735. En ze reageren ook? Ja, klopt. Ik krijg ook reacties. Kun je er een voorlezen? Maar ze zijn niet in het Nederlands. Nee? Het is Frans. Lees maar in het Frans voor. En in Engels en zo. Dit is meestal Engels. Even kijken. Un grand merci à toi en ook thanks a million. Dus hij zegt in het Frans eerst... heel erg bedankt voor deze album. En thanks a million. Dus, en uit welk land komt hij? Hij of zij. Het is ook een Congolees, zeg maar. En je zei net dat er uit de hele wereld reacties binnenkomen. Ja, maar als je zeg maar... Je hebt ook van die mensen, die kunt al zien aan de naam, zeg maar. Ja. Van deze komt uit Congo of uit zijn profiel. Ja. Of zeg maar aan de zijkant privéberichten krijg ik ook van mensen. Van kunt u dit erop zetten? Kun je dat erop zetten? En ja, ik doe zeg maar mijn best om die mensen blij te maken. En dan ga je zoeken naar die muziek. Ja. Jij zei net dat ze uit allerlei landen kwamen, maar noem eens wat landen op dan. Je hebt zeg maar, komen abonnees uit, ik heb Rusland gezien. Ik heb Amerika, Canada of China of Frankrijk het meeste. Je hebt ook Duitsland en Nederland een paar. En dat zijn dan zeg maar mensen die mij volgen. Bent het. Dit is een videoclip. Ja. En dit zijn zeg maar mensen die met hem meededen, zeg maar. Ja? Een soort van... een soort van groep, zeg maar. Ja? En ze hebben zeg maar zo hun eigen een mix van stem, zeg maar. Een soort van koor, zoiets. Ja. Ja, dus daarmee maken ze hun clips elk jaar, zo. Hey, en wil jij nog een keer een echt optreden in Congo meegemaken? Van jouw held? Ik denk het wel. Ik weet het wel. Zijn er al plannen in die richting? Niet echt, maar ik heb ook niet echt contact met hem. Maar ja, ik hoop echt dat ik meer zeg maar, met hem kan. Nou, als je nou eens in het Frans een oproep doet op deze film, dan spreek hem eens toe. Laat hem jou eens uitnodigen bij zijn show. Papa Charles, je vais vraiment venir dans ton concert pour te voir, pour te saluer et pour vraiment te soutenir dans toute la musique que tu fais. Toujours et toujours. Et j'ai vraiment envie pour te voir. Et au revoir.